Make ready for sale, Mr. Christian. Aye, aye, sir. Hands to stations for leaving harbour. Nou, wat we willen bereiken met het museum is dat, dat je toch een stukje industrieel erfgoed behoudt. Deze plek van Amsterdam wordt al meer dan 300 jaar scheepsbouw gepleegd. Het is juist omdat we als buren een nog steeds werkende scheepswerf hebben, de scheepswerf van Amerongen, kan je ook laten zien aan de bezoeker, weliswaar heel oppervlakkig, van hoe het op zo'n werfje toe ging. Een stukje historie van de familie Goedkoop, die hier begonnen zijn in 1867 op deze werf. En we proberen een beeld te geven van de geschiedenis van de scheepsvoortstuwing. Van stoom naar verbrandingsmotoren met een nadruk op Nederlandse motoren. En nog sterker nadruk op kromhoutmotoren, omdat de eerste kromhoutmotor op deze plek gebouwd is. Midden van de 18e eeuw, zo rond 1750, kocht een kennelijk in goed doen zijnde dame voor haar man, Doede Jansson Kromhout, deze werf om daar het beroep uit te oefenen. Daar dankt de werf ook zijn naam aan. Kromhout is ook een scheepsonderdeel, gebogen stukken hout van spanten, dat heet ook kromhout. En de uitdrukking in de kromhouten geboren betekent dat je aan boord van een klein schip geboren bent. In 1867 neemt Daniel Goedkoop deze werf over en begint daar meteen de boel te moderniseren. Begint ijzeren schepen te bouwen. IJzer kwam toen als bouwmateriaal, was toen in opkomst. Begint ijzeren schepen te bouwen en hij had al heel gauw door dat je een goed product kunt leveren tegen een lage prijs als je kans ziet om de arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk in de tang te houden. In 1887 was hier in Amsterdam een voedingstentoonstelling. En toen die afgelopen was, toen werd alles gesloopt uiteraard. En toen heeft Goedkoop de kap van het verzamelgebouw gekocht. Dit is dat verzamelgebouw van die voedingstentoonstelling. En die kap, hier is een rekening van de onderdelen van die kap. En die kap heeft hij neergezet op de plek waar die twee oude loodsen stonden. En daarmee was hij de eerste overdekte werf van Nederland. Hij had dus een overdekte scheepshelling. En om zo lang mogelijk te kunnen werken, schafte hij ook een stoommachine aan, een stoomketel. En zette daar een dynamo bij en had dus elektrische verlichting. Het was de eerste overdekte scheepswerf met elektrische verlichting. Men kon dus langer doorwerken en men kon dus ook onder betere omstandigheden werken, zodat je dus een goed product kreeg. Toen zijn broer Jan bij het bedrijf kwam, dat was een technicus en die wilde machines bouwen. Die had geleerd stoommachines te bouwen. Dus men ging een kopie maken van de eerste loods, van de eerste kap. Mm-hmm. En die plaatste men daarnaast. En dat werd de machinehal. En daar ging hij stoommachines bouwen. En later heeft hij daar dus die eerste brandstof petroliemotor ontwikkeld en gebouwd. De hal is een aantal jaar geleden en ook de Westhal zijn voorzien van nieuwe dakbedekking. De spanten zijn geconserveerd en volgens de deskundigen van de TU in Delft
kan deze hal niet bestaan. Want als je het gaat berekenen, had hij al lang geleden moeten instorten. Maar theorie en praktijk zijn niet altijd met elkaar in overeenstemming. De hal staat al meer dan 100 jaar. En zoals het er nu naar uitziet, houdt hij het nog wel 100 jaar vol. Nou, wij proberen een levend museum te zijn. Levend, dat wil dus zeggen niet dat er alleen maar mensen rondlopen, maar dat wij dus ook kunnen demonstreren hoe er vroeger gewerkt werd. In onze smederij hebben we een smidsvuur nog, een paar door een drijfwerk aangedreven smeedhamers, een oude draaibank. En we streven ernaar om zoveel mogelijk motoren draaiklaar te hebben. Het is natuurlijk ook voor jongeren die alleen maar snellopers gewend zijn, toch wel leuk om eens een keer zo'n hele ouderwetse motor zo langzaam lopen. Pom, 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 pom. Het leeft, maakt herrie, het piept, kraakt, puft, zuigt. Genoeg te zien. Echt genoeg te zien. De stoommachine was de eerste grote energieomzetter die de mens kende. Vroeger gebruikte men altijd spierkracht of wind of waterkracht. Maar toen men de stoommachine had uitgevonden, had men een middel om door verbranding van fossiele brandstoffen, olie, kolen, hout, mechanische energie te krijgen. We hebben hier naast wat kleinere stoommachines een grotere stoommachine staan, een zogenaamde triple expansiemachine. Triple expansie wil zeggen dat de stoom in 3 trappen expandeerde, want men ontdekte al heel gauw dat als men de stoom in meerdere stappen zijn kracht liet overgeven aan de machine, dat een hoger nuttig effect had. Je haalde meer vermogen uit die stoom als bij enkelvoudige expansie. Deze machine is uit 1888 en die is gebouwd in Arnhem bij de Arnhemse stoomsleephelling en die is door ons in bruikleen gekregen. Ja, een stoommachine was natuurlijk een prachtige uitvinding, maar aan boord van de kleinere schepen was het nogal omslachtig. Je had een ketel nodig, moest constant een vuurtje gestookt worden. Je had dus extra personeel nodig, kostte een hoop ruimte. En in de binnenvaart, behalve dan voor sleepboten en hele grote binnenvaartschepen, heeft stoom nooit zoveel toepassing gevonden. Zo rond 1880, 1890 bouwde Dirk Willem van Rennes in Utrecht in zijn machinefabriek Drakenburg bouwde een gasmotor, een petroleummotor, waarbij de petroleum vergast werd door een gloeibuis en ontstoken werd door diezelfde gloeibuis. En die motor die kon ook goed gebruikt worden in schepen. Er zijn er een groot aantal van gebouwd, zo tussen 1890 en 1910. Je ziet aan deze motor nog heel goed dat hij afgeleid is van de stoommachine. Een losse cilinder, losse lage blokken voor de krukas. Trekstangen ertussendoor om de boel bij elkaar te houden. Grote vliegwielen, open krukas. En deze motor is ook geschikt gemaakt voor scheepsgebruik.
met een hele eenvoudige keerkoppeling. Motor omkeren was heel lastig, de draairichting van de motor omkeren was heel lastig. Men zocht dus andere methoden en een van die methoden was een keerkoppeling, in dit geval een leren riem. In het vooruitvaren dreef de krukas de schroefas aan die hier aan vast zit door middel van deze leren riem. En wilde je achteruitvaren, dan werd de riem losgekoppeld. En kwamen er deze twee schijven met elkaar, deze twee riemschijven met elkaar in aanraking. En door de wrijving werd het meegenomen en draaide de motor vooruit en de schroefwas gewoon achteruit. Toen Jan Goedkoper te horen kreeg dat er ook andere type motoren waren, ging hij op onderzoek uit en kwam in aanraking met een constructeur, Voortmeijer, die hem tekeningen leverde voor een gloeikopmotor. In een gloeikopmotor wordt er alleen lucht samengeperst. En op het moment dat die lucht samengeperst is en de zuiger in bijna in zijn bovenste dode punt is, wordt er brandstof in die cilinder gespoten. En die brandstof wordt gespoten tegen een gloeikop. Een stukje ongekoeld gedeelte van de verbrandingsruimte. Dat is rood gloeiend gestookt voordat de motor werd gestart. En daar spuit je dan de brandstof tegenaan. Die brandstof ontsteekt en de motor gaat lopen. In 1928 bracht Bosch de hoge druk inspuitpomp op de markt. En alle fabrikanten van gloeikopmotoren begonnen dieselmotoren te bouwen. Waarom? Omdat een dieselmotor is gewoon zuiniger in gebruik. En het geheim van de dieselmotor zat in deze pomp. Deze pomp, dit gedeelte hier, of eigenlijk alleen maar dit stukje. Wat door Bosch op de markt gebracht werd, de hoge druk inspuitpomp. En men verving gewoon de ouderwetse inspuitpomp en de cilinderkoppen en de cilinders. En men bouwde met gebruikmaking van zoveel mogelijk dezelfde onderdelen dieselmotoren. Die boven staan, die moeten eigenlijk zakken, want anders dan zit ik met dat licht op de achtergrond.